Je ziet dat schepen, als ze nu aan de kant liggen, vaak hun generatoren laten draaien om elektriciteit aan boord op te wekken. Nou, daar willen we vanaf. Dat is ons de afgelopen jaren heel goed gelukt met binnenvaartschepen. Dus eigenlijk op alle plekken waar binnenvaartschepen liggen, daar is nu een walstroomvoorziening gerealiseerd. Maar nog niet voor zeeschepen. En dat heeft meerdere oorzaken. Ja, ten eerste heb je gewoon hele forse elektriciteitskabels nodig om grote zeeschepen van elektriciteit te voorzien. En die zeeschepen die moeten ook toegerust zijn, die moeten de juiste kabels hebben om in te pluggen zeg maar in het stopcontact aan de wal. Nou, ons doel is wel om uiteindelijk de hele haven van walstroom te voorzien, dus inclusief de plekken waar grote zeeschepen aanleggen. Maar deze praktische problemen willen we wel die willen we oplossen. En daarom gaan we op korte termijn experimenteren op een aantal plekken, bijvoorbeeld de parkkade in de nabijheid van bewoond gebied, met een aantal pilots. Ja, er zijn heel veel mensen die klagen over de cruiseschepen die hier naartoe komen en die motoren de hele dag laten draaien. Zou u daar niet eerder beginnen? Nou, ook de cruiseschepen is een van die problemen. Alleen zijn we daar nog aan het kijken van, is de huidige locatie ook voor de toekomst nog de beste locatie voor de cruise terminal? Of zouden we dat op een andere plek moeten doen? En je gaat natuurlijk niet een dure investering in een walstroomvoorziening doen voordat die keuze is gemaakt. Maar voor het einde van het jaar wordt daar een knoop over doorgehakt. Daar is mijn collega Arjan van Gils hard mee bezig. En dan zal uiteindelijk ook de cruiseschepen in aanmerking komen om daar een walstroomvoorziening te realiseren.